Marta is elke ochtend heel blij als we hier naartoe rijden met de fiets. En als ze hier binnen mag komen om te spelen met haar vriendjes. Ze vindt het heel leuk. Het is prachtig. De infrastructuur is heel mooi. Het is hier heel ruim. Heel leuk, zo in het groen. En dicht bij het bos. Het is allemaal super modern. The new place is like it's better and more spacious, especially for the kids, because I see like a lot of outdoor playing and then they have like dedicated rooms according to the age of the children. Hallo, ik ben Kaatje en ik ben zo blij, want vandaag krijg ik een babytje, een broertje of een zusje. We zijn hier ingetrokken sinds midden juli en iedereen begint hier zijn weg te vinden. We zien dat kinderen zich hier fijn voelen. Dus ik denk dat het hier mooi vertoeven is en nog mooier vertoeven zal worden de komende periode en jaren. Er zijn ook veel meer ruimtes, zo is het ballenbad. Er is een snoezelruimte waar we met de kinderen naartoe kunnen gaan. Met dat wij ook aangesloten zijn aan het bos, kunnen we hier ook op Campus Theodortje ook gaan wandelen. En wat heel erg nieuw is binnen onze werking, is dat een babygroep en een peutergroep vast aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor er een soort van tandemwerking ontstaat en er eigenlijk een mooie natuurlijke doorstroom van kinderen is van bij de baby's naar de peuters. Zo leren ze ons beter kennen, zo leren wij de kindjes al vroeger kennen, wat dat vroeger niet zo het geval was. En ook voor de ouders is het ook gemakkelijker. Ze zien ons al een keertje. Kinderdag van Bijvast toe aan een nieuw gebouw. De school Theodortje was ook op zoek naar een nieuw gebouw, CAW naar een nieuw onderkomen. Dus toen er zoveel jaar geleden werd nagedacht over het nieuwe kinderdagverblijf, heeft men ruimer nagedacht dan het eigen eilandje. En is zo het concept ontstaan van deze prachtige kindercampus, wat alleen maar een meerwaarde kan betekenen voor alle ouders, kinderen en gezinnen. Dat diensten elkaar vinden, dat er bruggen gebouwd worden en dat die samenwerking een versterking kan zijn van het aanbod naar de ouders. Nu is het donker, hè? Ja, hoe zou dat ik om met die vrouw te spelen?